Welkom allemaal op deze bijzondere avond. Als een van de sessies ter gelegenheid van ons 15-jarig jubileum van het UNCZA. Leuk dat jullie allemaal vanuit thuis of ergens anders deelnemen aan deze paneldiscussie over toekomstige zorg. En we weten nu hoe het de afgelopen 15 jaar is geweest vanuit allerlei activiteiten die we in ons netwerk hebben gedaan. Hoe het met verpleeghuiszorg en burenzorg gaat nu. Ik ben heel benieuwd hoe het de komende 15 jaar zal gaan. En ook benieuwd dus waar de panelleden straks in discussie gaan. Als jullie vragen hebben, dan kunnen jullie die stellen in de chat. Die chat zal worden bijgehouden. Na iedere discussiepunt zullen we ook gelegenheid geven om wat vragen uit de chat te beantwoorden. Dus stel ze gerust. Gaan we doen. Ik wil jullie vragen om jullie geluid uit te zetten. Jullie staan nu standaard op mute, dus de microfoon staat uit, zodat het het minst hindert, ook tijdens de paneldiscussie, als jullie tussen een kopje koffie nemen of de telefoon gaat. Stel ik jullie voor aan Wilco Achterberg. Wilco is hoogleraar oudergeneeskunde en voorzitter van het UNCZA. En die zal vandaag de paneldiscussie leiden. Ja, dankjewel Monique. Welkom allemaal. Ik vind het ontzettend leuk dat jullie hier zo bij elkaar zijn. Het blijft natuurlijk apart om bij elkaar te zijn en in je eentje tegen een scherm te praten. Ik word er soms een beetje hees van, want je praat wat harder. En ik kan niet jullie reacties goed peilen. Maar desondanks gaan wij met elkaar nadenken over de toekomst. Zoals Monique al zei, we bestaan 15 jaar. En we zijn heel erg benieuwd hoe het allemaal over 15 jaar uit zal zien. Over 15 jaar zal ik zelf gepensioneerd zijn. En hopelijk gezond van lijf en leden, maar dat weten we natuurlijk allemaal niet. En over 15 jaar zal er nog steeds een universiteit zijn en zal er nog steeds zorg zijn. Alleen de vraag is natuurlijk, hoe ziet dat eruit? En hoe ziet dat eruit dan in de combinatie van kennis en zorg? Iets wat UNCZA natuurlijk sterk in is. Wij willen graag kennis maken, kennis delen en kennis toepassen. Dat is ons motto. We hebben gekozen voor een paneldiscussie omdat wij eigenlijk een aantal mensen die in dit veld werken, gewerkt hebben of nu nog werken, vragen over hun beeld van de toekomst. En allereerst heb ik gevraagd Rudy Westendorp. Rudy Westendorp is hoogleraar ouderengeneeskunde nu in Kopenhagen. Maar 10 jaar geleden heb ik hem voor het eerst ontmoet in Leiden, toen ik ook hoogleraar werd. En sindsdien kruisten onze paden regelmatig. En dat waren altijd hele interessante ontmoetingen, omdat Rudy altijd out of the box denkt. Dus, en Rudy vertelde me net al van, goh, dat hij soms ook al wel merkt dat hij iets ouder wordt. Heel graag wil ik van jou weten, Rudy. Hoe zie jij je eigen oude dag? Met name als je zorgbehoeftig wordt, hoe zou je dat eruit willen zien? En je mag als je wil eventueel nog iets toevoegen aan het voorstellen wat ik gedaan heb. Dat is voorstel genoeg. Dankjewel Wilco. En genoegen om hier vanavond met jullie te spreken over het onderwerp. Waar Wilco net op duidde is het feit dat ik gewoon merk, dat is eigenlijk ook wel een leuke manier om het te introduceren. Ik ben nu 61 en als ik naar de bank ga, dan zeggen ze van ja, maar meneer Westendorp, ja, u bent 61, dus ja, u werkt nog 5 jaar, dus krediet kunt u bij ons niet halen. En zo ben ik onlangs, laten we zeggen, door de banken geconfronteerd. Er zitten 2 dingen in. Je wordt oud. Je wordt ook oud gemaakt. En daar zit denk ik gewoon ook het ding in. Je wordt oud gemaakt. Je wordt geknipt en geschoren. Nou, als er nou 1 ding is waar ik, waar Rudy, waar Westendorp niet tegen kan, is dat ik voortdurend geknipt en geschoren word. En hier die Wilco begint al te lachen. Dus dat is 1 verhaal. Het andere verhaal is dat toen ik in Leiden woonde, tot een 6 jaar geleden, liepen wij dus zeer regelmatig door de binnenstad. En er is een prachtig pand aan de Herengracht en dat is het oude mannenhuis. Nou,
En dat was de sociale voorziening uit 1880, geloof ik, dat het pand gebouwd is. Ja, daar werd je als oude man, als je daar dus, ja, omdat het niet anders kan, werd je daar welkom geheten. Ja, en dan werd je dus volstrekt geknipt en geschoren. Dus met andere woorden, twee verhalen. Eentje uit het verre verleden, maar één die komt al uit het heden. Ja, waar ik dus absoluut niet op zit te wachten dat ik dus gewoon niet mezelf meer kan zijn. En dat is wat ik beroepsmatig, maar ook privé natuurlijk van iedereen hoor. Mensen klagen steen en been dat ze gewoon door het huidige systeem geknipt en geschoren worden. En dat ze dus niet, laten we zeggen, de persoon meer kunnen zijn die ze willen zijn. Ja, en dat kun je in een rolstoel, dat kun je zorgafhankelijk, ben je natuurlijk gewoon jezelf. En dat moet je zo lang mogelijk blijven. Nou, dat hoop ik, dat mij dat gegund wordt. En ben je er positief over? Ik bedoel, als je zorgbehoevend bent, dat je toch, dat je niet geknipt en geschoren wordt. Maar dat je nee, daar zelf... ben ik argwanend over. Ja, wat dat betreft zou ik liever nog in Denemarken blijven dan teruggaan naar Nederland. Maar dat zijn de volgende vragen. Ja, nee, ik ben daar zeker niet van overtuigd. Omdat, wat ik dus al aangeef, dat schrikbeeld van 1880, het oude mannenhuis. Ja, dat is... Nou, ik geef je dus al aan dat het hele sociale leven zit vol met voetangels, klemmen... En verkeerde prikkels die gewoon van mij een nog afhankelijker oude man maken dan dat ik eigenlijk al zou willen zijn. En die zitten verdekt opgesteld overal, tot en met de richtlijnen aan toe. Dankjewel, we gaan er zo verder over verder. En ik denk dat jij mogelijk de oudste panellid bent. Is het misschien... Kijk, die bedoel ik maar weer even, hè? Precies. Dat mag genotuleerd worden. en dan gaan we dus nu naar het jongste panellid. Hè, waarvan ik denk dat het jongste panellid is. En dat is Hilde Verbeek. Hilde Verbeek is hoogleraar zorgomgeving van kwetsbare ouderen. Sinds kort in Maastricht. Bij onze vrienden van de academische werkplaats ouderenzorg in Zuid-Limburg. En afgelopen maandag ook beëdigd als lid van de Jonge Academie. Daar zijn we heel trots op dat iemand vanuit onze sector dat is. Hoe kijk jij eigenlijk aan tegen je oude dag, als je dat mag meemaken? En als je dan ook zorgbehoeftig bent? Ja, dankjewel Wilco en collega's van het Leiden om hier waar aanwezig te zijn. En ik heb daarover nagedacht en vanuit mijn onderzoek doe ik heel veel onderzoek naar nieuwe vormen van wonen en zorg en innovaties op dat gebied. En ik heb erover nagedacht en ik denk dat het belangrijkste wat ik zou vinden als ik later oud zou worden, is dat ik me nog steeds waardevol voel. En als je kijkt van ja, hoe komt dat nou? Dat is toch als je in relatie staat met elkaar, als ik nog iets kan betekenen voor iemand anders. En ik denk dat dat natuurlijk in enigszins aangepaste vormen, als je oud en kwetsbaar bent, nog zeker heel veel mogelijkheden heeft. En toevallig in voorbereiding op deze vraag sprak ik mijn ouders vandaag. En mijn ouders die passen heel veel op onze kleine kinderen. Ze zijn allebei 75. Dus ook toch al redelijk op leeftijd. En ik zeg, goh, jullie, ze zien zichzelf niet per se als oud. Maar hoe zouden jullie nu oud willen worden? En waar zou je dan willen wonen? En dan komt natuurlijk het eerste antwoord, ja, thuis met elkaar. En anders hoeft het niet meer. En ik wil eigenlijk niet zorgbehoeftig worden. Maar goed, die kans is natuurlijk vrij groot. Toen hadden we het er een beetje over. En ja, dan is het schrikbeeld toch, hè, het traditionele verpleeghuis, waar ik weet waar mijn oma nog gewoond heeft, 20 jaar geleden ongeveer. En met 6 mensen op een kamer en echt vanuit het traditionele verpleeghuis. Dus dat was toen ik als klein meisje was ook een van mijn eerste beelden. En ik dacht, nou ja, dat niet. Maar en als ik zie aan mijn ouders ook wat hen nog... ze zijn allebei nog in gezonde toestand. Dus daar mogen we heel gelukkig mee zijn. En ze zijn ook nog heel actief. En ze doen heel veel in de maatschappij. Voor elkaar, voor jongeren, voor ouderen. Want ik denk dat dat ook wel heel belangrijk is. Dat zeker als ik ouder en hulpbehoevend word, dat ik nog wel in contact kom met alle generaties. Dus ook met jongeren. Ook met kinderen. Maar ook met mensen van middelbare leeftijd. Dat we echt die intergenerationele
realiteit wat meer zetten. Want wat mij soms stoort in het debat is, als we aan ouderen denken, hebben we toch bepaalde stereotyperingen, zeker mensen die kwetsbaar zijn en zorg nodig hebben. En dat we hen toch een beetje af willen zonderen. En ook in het verhaal van Rudy net horend, en ik denk dat dat een van de grootste uitdagingen is. Als je zorg nodig hebt, en er is een nare bijwerking van zorg, eigenlijk als je het zo kan stellen, is dat we mensen ook een stukje afhankelijk maken. En als dat kort duurt, is het natuurlijk niet zo erg, maar langere periodes, dan moet je ook nog iets terug kunnen doen. Een stukje die wederkerigheid. En ik hoop dat als ik later oud word en hulpbehoevend, dat er een bepaalde omgeving is waar daar wel rekening mee houdt. Ja, duidelijk. Dus dat... waardevol, je wil waardevol zijn, je wil, die wederkerigheid is belangrijk. En dat doe je het liefst in een omgeving waar je dus contact maakt met meerdere generaties. Ja, en dat hoeft niet eens mijn eigen kinderen te zijn of je eigen kleinkinderen. Ik weet niet of ik ooit kleinkinderen krijg, misschien niet. Misschien overlijden ze eerder, misschien gaan ze heel ergens anders wonen. Maar dan nog, op de plek waar je dan bent, denk ik dat we nog veel meer dan nu contacten kunnen gaan leggen tussen generaties. En ook wat, weet je, wat langduriger, dat je echt wat meer vanuit het samenhorigheidsidee. En in de natuur, want het is toch wel lekker een beetje buiten zijn. Dat merk ik nu zeker in die coronatijd, waar je de hele dag achter zo'n scherm zit, dan word ik toch wel tureluurs van, dat ik gewoon lekker in de regen naar buiten kan, in de zomer naar buiten kan, dat vind ik toch wel prettig. Top, dankjewel Hilde. Lia, je bent bestuurder bij Topaz en in die zin verantwoordelijk voor de zorg aan heel veel ouderen in Leiden en omgeving. En daar heb jij ook wel ideeën over. En geldt het ook voor jezelf? Hoe zou jij zelf oud willen worden? Hoe zie je jezelf als je oud en zorgbehoeftig bent? Ja, ik denk als je gewoon naar de cijfers kijkt, dan je ziet dat dementie tot 2040, en dan ben ik 80, dus ik ben 1 jaar jonger dan Rudy. Dan zal dementie verdubbelen tot 330.000 mensen. Dus waarbij mensen in de 90 voor 50% dement zullen worden. Er komt een forse afname van ouderenzorgbanen. Er komt een forse afname van mantelzorgers. Dus dat, dan denk ik van ja, hoe... Wat wil ik dan voor mezelf? En dat begint eigenlijk nu al, hè? Op je 60ste, dat je erover nadenkt van hoe hou ik nou de regie over mijn eigen leven? Ik ben bijvoorbeeld net verhuisd naar een kleiner huis. Zo'n lief de deur uit. Wat moet je met al die ruimte? Maar als je het hebt over hoe zou ik het nou willen, dan geldt voor mij een paar dingen. Dat is eigen regie. Dat is, ik heb toch wel hoop op die technologie en waar ik juist om zelf aan het stuur te kunnen blijven zitten, ben ik bijvoorbeeld gek op zelfrijdende auto's, zodat ik mijn mobiliteit gewoon kan behouden. En het liefst natuurlijk met je dierbaren. En ik zei net al van afname mantelzorgers en ik noem dat nog wel eens dat voorbeeld. Mijn ouders kwamen allebei uit een gezin met 12 kinderen. Mijn oma, alleen al aan moederskant, had 8 dochters, dus die zat echt nooit alleen. En mijn andere oma woonde gewoon in bij een dochter. Ze hebben zelf 3 kinderen gekregen en ik heb er maar 1 en dat is een jongen en daar heb je niks aan. dus in die zin denk ik, van moet je nu al na gaan denken van hoe wil je het hebben? Dus wat ik zou willen hebben en waar ik nu al op moet investeren, is in ieder geval een sociaal netwerk. Dus ik moet goed voor mijn vrienden zorgen. Want van de familie hoef ik het niet meer te hebben. Ik zal het echt met mijn vrienden moeten doen. Ik wil een aangepaste woning, oftewel zonder drempels. Daar moet ik misschien nu al op investeren. Maar vooral proactief en creatief zelf nadenken hoe jij het wil hebben. En niet wachten wat er uit Den Haag komt of wat anderen verzinnen voor je. Maar zorg dat je zelf aan het stuur blijft zitten. Duidelijk, ook heel duidelijk de eigen regie. Ik vind het ook wel mooi dat je zegt over die zelfrijdende auto bijvoorbeeld. Hè? Dus wie weet is het zo dat ook als je dement bent, je toch nog gewoon mag autorijden straks. Dat is toch, ja, nou ja, bijvoorbeeld. Dat zal zijn, hè? Ja, daar heb ik nooit over nagedacht, maar dat zijn wel interessante opties. Dankjewel. Dan gaan we nu naar Jacobijn Gusseklo, hoogleraar eerste lijnsgeneeskunde bij ons op de afdeling. Jacobijn, we zeggen niks over je leeftijd.
Nou, dan mag je best weten. Ik word tot de jonkiezer als ik jullie allemaal zo hoor. Je hoort tot de jonkies. Ja, dan ga ik voor jullie zorgen later. Je bent ook jonger dan ik. En, ja, zeker, ja. Ja. Maar, ik verheug me erop op jullie te mogen, voor jullie te mogen zorgen tegen die tijd. Je wil niet weten hoe lastig wij dan zijn. Nou, dat lijkt me nou juist zo leuk. Ja, dat... dankjewel Wilco. Ja, ik heb er ook over zitten nadenken. En ik denk, mijn eerste gedachte is dat ik blij ben dat ik oud mag worden. Ouder mag worden. Omdat je ook weet dat er mensen zijn die dat niet hebben. Ik verheug me er in zekere zin op. Ik ben ook wel nieuwsgierig hoe dat zal zijn, hoe ik zal zijn. Ik hoop dat je daar op die manier ook naar ze kijken. Maar ik zie er ook wel een beetje tegenop. Want dan denk ik, ja, ik vind een leesbril al ingewikkeld. Hoe moet dat nou verder? Nou ja, dus en wat ik zo zou hopen is dat het ouder worden gewoon een volgend hoofdstuk van mijn eigen leven is. Dus gewoon mijn eigen leven en ik word niet, ja, ik blijf mezelf. En ja, dan kan je zeggen die leeftijd, maar dat ik mezelf kan blijven en dat dat ook wordt herkend of erkend. En dat je dus gewoon je volgende hoofdstukje openslaat. Ja, dan krijg je geen hypotheek van de bank of dan kan je niet meer lopen of je wordt dement. Maar dan blijf je toch nog jezelf. En dan is het toch een hoofdstuk uit je eigen boek. En ik vind dat ook altijd wel een mooi idee om zo te denken over mensen in de zorg. Wij stoppen ze dan in de eerste lijn, tweede lijn verplegers zitten en denken we dat het andere mensen zijn. Nou, het zijn gewoon de mensen die hunzelfde leven leven. Maar wij doen er moeilijk over. En ik hoop zo dat we in de toekomst veel meer dat hele continuïteitsdenken kunnen hebben. En dat niet mensen die op de eerste hulp komen, dat dokters denken dat daar helemaal nog nooit een dokter naar gekeken heeft, zo'n ziekenhuisdokter. Nee, natuurlijk, die mensen leven al hun hele leven. Het is niet dan dat het begint. Dus ik hoop dat we dat zouden kunnen gaan vormgeven voor mezelf en ook voor anderen. Ja, en dan denk ik ook, wat voor hulp zou ik dan willen? Ja, als ik heel ziek ben, wil ik graag dat alles voor me geregeld wordt en dat ik dan ook geholpen word. Maar als ik maar een heel klein beetje hulpbehoevend ben, ja, laat me dan gebruik maken van wat ik kan en laat me tevreden zijn met wat ik kan. Ik weet niet of ik dat zal wel een uitdaging zijn, want ik ben geloof ik net zo eigenwijs als de vorige sprekers, vrees ik. Maar ik hoop dat ik op die manier dat zou kunnen doen en ik hoop dat de mensen die om mij heen zijn dat dan zouden begeleiden. Zouden begrijpen ook dat ik eigenwijs ben. En wat ik echt belangrijk vind, en dat is echt zo al vergeleken met 15 jaar geleden, is dat die oude... Dat zorg voor ouderen was vroeger echt super suf, 15 jaar geleden. Nou jongen, als je zei dat je onderzoek naar ouderen deed, of dat je iets... Nou, dan was je echt als jong iemand, was je echt uitgelachen. Dat was echt een soort... Je moest toch iets heel anders gaan doen dan in verpleeghuizen werken, of iets met ouderen, of daarin de onderzoek naar doen. En dat is in 15 jaar enorm veranderd. Dus ik hoop dat de komende 15 jaar... dat dan de beste dokters voor ouderen gaan werken en de beste verpleegkundigen en de beste diëtisten en iedereen en de beste, dat echt de top excellent wordt in plaats van, daar zetten we het laagschool personeel neer, want we hebben daar geen geld voor. Dus ik hoop zo dat dat nog verder doorkantelt, als we nou 15 jaar geleden en nu 15 jaar later. Dan moet dat wel goed gaan. Nou ja, dat gevoel heb ik dat we wel op een goed ding zitten. Maar misschien ben ik wel positief vanavond, dat zou kunnen. Ja, en hoe ga ik me voorbereiden? Ja, ik heb me wel bedacht dat ik een sociaal netwerk moet gaan bouwen weer als de kinderen uit huis zijn. Wat niet met mijn werk te maken heeft. Want als je nou met pensioen gaat, ik heb een heel aantal collega's die gaan binnenkort met pensioen. Ja, dan zie je je collega's niet meer elke dag. Of als je zoals nu met dat stomme corona thuis zitten. Je ziet je collega's niet elke keer. Dus dan zie je opeens van denk je, oh, dat moet veel meer dat doen. Dus dat heb ik me weer bedacht om daar dit jaar... misschien wel vanaf nu weer aan te gaan investeren. Dus dat lijkt me goed. Ja. Hier. Jacobijn, zou jij nou, als je zorg nodig hebt, het liefste alleen wonen of het liefste in een groep? Nee, het lijkt me echt zo heel leuk om met jullie in zo'n huis te wonen. Gewoon met mensen, ja, maar gewoon allemaal van die gekke mensen bij elkaar. En dan, en dan gewoon maar kijken hoe het... En de een, die kan niet zien. Ja, mijn moeder woont, die is ontzettend slechtziend. En die kan alles regelen, maar kan het alleen niet zien. Ja, zegt ze, ik heb alleen ogen nodig en dan regel ik mijn leven wel. Nou, dan heeft ze iemand in de flat wonen en die doet die ogen. En ja, dat is echt helemaal top als dat kan. Dus als ik dat mag houden, dat lijkt me goed. Ja, dus, een beetje samen en een beetje ploeteren, dat lijkt me wel een goed idee. Ja, ja, nou, dat klinkt gezellig. Ja, nou, ik weet het niet. Soms is dat niet gezellig, denk ik, maar ja. Nee. Mari. Ja, goedenavond allemaal. Leuk dat ik hierbij aanwezig mag zijn. Toen ik de uitnodiging... Ik heb het trouwens niet voorgesteld, sorry. Ik ben dus Mari Groenendaal, werk bij WZH.
als verpleegkundige, verpleegkundig specialist, is ook aan de Hogeschool Den Haag verbonden. En ze promoveert bij ons op de overgang van thuis naar het verpleeghuis en hoe je goede activiteiten kunt bewaren. Dankjewel, Wilco. Toen Wilco mij vroeg van hoe kijk je naar jezelf als je ouder wordt en hulp nodig hebt. En toen moest ik eigenlijk gelijk denken aan ongeveer een jaar geleden. Toen mocht ik deelnemen 12 uur lang in Oudtopia. Dat is eigenlijk hetgene wat daarvoor heette het participatiekliniek. Misschien kennen jullie het. Je ervaart daar hoe het is om een ouder leven te hebben, maar ook hoe het is om een bepaalde beperkingen te hebben. En dat gedurende 12 uur. En het bijzondere was dat het ook in een van onze huizen ook was. Dus we gingen daar daadwerkelijk ook 's middags eten. En 's avonds of aan het eind van de dag gingen we even rusten op een kamer. En twee ervaringen die ik daar heb opgedaan wil ik graag met jullie delen. En de één is een foto die gemaakt werd. En ik heb besloten dat ik die met jullie ga delen. En dat is deze. Dankjewel, Arno. Hij mag nu alweer uit beeld. Ja. Dus, en ik wilde deze foto wel met jullie delen, omdat ik mij eigenlijk besefte, in die foto zie je er ouder uit. En ook in mijn gesprekken die ik vaak heb met ouderen, valt mij op, je ziet er ouder uit, maar je voelt je niet ouder. He, dus diep van binnen, je hebt heel veel meegemaakt in je leven, maar diep van binnen blijf je jezelf, je voelt je jezelf. En dat had ik ook tijdens Oudtopia. Ik voelde mezelf, ondanks dat ik een ouder lichaam kreeg. Ik kreeg echt daadwerkelijk gewichten aan je armen, ik kreeg een bril waardoor ik weinig zag, maar ik voelde me mezelf. En dat is ook wat ik herken in de gesprekken die ik heb met ouderen, dat zij dat ook zo ervaren. En het tweede wat mij is bijgebleven is het eten in de recreatiezaal. Ik ben iemand die heel erg houdt van gezelligheid en met elkaar eten. Ik hou heel erg van sociaal zijn en gezellig met elkaar. Maar dat met z'n allen eten in die recreatiezaal, dat beviel me eigenlijk niet zo goed. En waar het voor mij mee te maken had, was dat je hebt die beperkingen en tegelijkertijd al die mensen om je heen. En het was te veel. Terwijl op een later moment was ik met één iemand even alleen. En daar ontstond een heel mooi gesprek. En toen was het heel fijn om met diegene dat alleen te hebben. Dus het wil niet zeggen dat ik ik hou nog denk ik van dezelfde dingen als ik ouder ben. Maar misschien wel op een andere manier. Dus dat betekent eigenlijk, die ervaring die ik heb opgedaan, betekent dus eigenlijk voor mij dat ik de toekomstige zorg graag zou zien passend bij mijn behoeften. En dat hoeft dan niet te zijn op de manier zoals ik dat nu precies doe. Want het zou best kunnen, afhankelijk van wat het leven mij gaat brengen, dat anders zou kunnen zijn. Maar ik denk wel dat er nog bepaalde dingen in mij zijn die ik graag dan, misschien op een andere manier, maar wel graag zou willen voortzetten eigenlijk. En ik hoop eigenlijk dat de zorg op die manier dan op mij gepersonaliseerd toegerust kan worden. Oh, ik hoor je niet, Wilco. Sorry. En je hebt ook alle dingen die je wil al opgeschreven, zodat je dat als het ware mee kan nemen naar de zorglocatie. Ja, ik weet dus niet of je dat echt moet opschrijven, want eigenlijk misschien weet je het diep van binnen wel. En je naaste weet het waarschijnlijk ook wel. Kijk, alleen het probleem is misschien dat je ze wel op een andere manier wil. Dus dat is natuurlijk niet helemaal te voorspellen. Ja, want omdat je omstandigheden veranderen, dan wijzigen mogelijk je voorkeuren. Precies, ja. Helder. We gaan even naar de chat. Volgens mij zag ik iets van Romke voorbij komen. Klopt dat, Monique? Dat klopt. Romke heeft een vraag aan het panel, van wat het panel denkt over leeftijdsgrenzen of drempels van bijvoorbeeld 66 jaar bij arbeidscontracten. Ja, en dat wou ik dan even nog aan toevoegen. Waar ik aan moest denken is dat
Als je aan Erika Terpstra vraagt, goh, je bent eerst zwemster geweest, toen ging je studeren, toen ging je in de politiek, toen je ging pensioneren, ging je reisprogramma's maken. En toen dat wat moeilijker ging, toen ging je kinderboeken schrijven. Wat is je volgende carrière? En dat heb ik bij jullie niet gehoord. Hè? Dus wat is er na 66? Waarom moeten we met pensioen met 66? Wie wil daar iets op zeggen van het panel? Ik zou er wel wat over willen zeggen. Ik vraag me ook soms af waarom die drempel er is. Ik heb veel contact met collega's in Nieuw-Zeeland. En in Nieuw-Zeeland is geen pensioengerechtigde leeftijd. Daar mag je ook gewoon doorwerken. En daar besluit je zelf wanneer je met pensioen gaat. Dat is ook echt een hele ingewikkelde. Want dan denk je, oh, mijn kinderen moeten nog studeren. Mijn boot moet nog afbetaald. Ik wil me niet vervelen. En heel interessante discussies over hoe dat dan werkt. Maar iets met een soort partiële, al wel een deel minder werken en de jonge mensen toelaten, dat is daar dus helemaal niet de gedachte. Dus ik vind dat afkappunt heel raar, maar dat het onbeperkt is, is ook een soort voor de maatschappij raar. En als je daarmee, als je met hen praat, het geeft echt een hele vervreemdende discussie. Ondanks dat ik van Romke weet dat natuurlijk met pensioenleeftijd en met pensioen, je bent er dan helemaal niet aan toe en je kan daarna nog heel veel dingen doen en heel nuttig. Ja. Dus ik vond dat die andere kijk echt wel heel interessant. Ja, ja. Rudy, jij gaat vast ook niet helemaal met pensioen, toch? Nee, Rudy zegt in de chat dat in Denemarken ook geen wettelijke ontslagleeftijd is. Oh. Dan moet je daar blijven werken. Mag je heel lang. Waarom? Dat is zo. Ja, full stop. Maar nu ik het woord heb gekregen, mag ik iets zeggen over Lia? Als het in het betamelijk is. Ja, maar ik vind dat Lia zo somber doet. Dan gaat ze al naar een klein huis en overdrempelvrij. Mens weet. Je hebt ook nog het vrouwenvoordeel. Je wordt verdorie 95 en dan ga je nu op je. Dus dat is eigenlijk ook. Die gaat zich dus nu op, laten we zeggen, op de. Nou, op de zoveelste jaar gaat ze zich dus nu al als pensionado verpakken. Ben jij gek? Weet je wat ik doe? Als ik maar enigszins kan, zwerf ik de hele wereld over. En geef dat dan als argument op, dat je, laten we zeggen, je geld nodig hebt om, laten we zeggen, de een of andere caravan of zo. Maar die argumenten, en hier komt mijn punt. Deze hele verpleeghuissector, maar ook de dokters en iedereen is dus in staat om elkaar gewoon de verouderingsput in te praten. En hier komt nou even mijn echte kritiek op getallen. Het risico op dementie gaat per generatie met een derde omlaag. Dus die 330.000 dementen van jou, die komen er helemaal niet. Dus jij moet een andere baan gaan zoeken, want ik bedoel, voor die verpleeghuizen hebben we helemaal geen patiënten meer. En ja, hetzelfde geldt dat over die disability en die zorgafhankelijkheid, als je goed naar de cijfers kijkt, dan zie je dat voor elke generatie het later komt. Ja, dat zou natuurlijk geweldig zijn als dat allemaal uitkomt. En ik weet mijn tweede carrière al, dan word ik duikinstructeur. Dus daar zie ik alleen maar naar uit. Maar ik ben niet zo somber hoor, Rudy. Dus wat dat betreft denk ik van, ken je me nog niet goed genoeg. Prikkelen, want anders dan krijg ik toch een mevrouw die verdorie dan nog directeur is van een verzorgingshuis. En die zegt, nou ik ga zelf maar alvast leeftijdsbestendig wonen. Je verzendt het verkeerde signaal uit. Nee, dat vind ik niet. Want ik vind als je regie houdt over je eigen leven, dan moet je ook kijken, wat wil ik dan met dat geld en hoe wil ik dan leven? Wat moet ik met een heel groot huis waar ik maar 2 of 3 ruimtes in gebruik? Dan kan ik dat beter aan blijven lopen. En dat werkt het beste als je een groot huis hebt met trappen. In het laatste wat ik geschreven heb, is dat, laten we zeggen, dat verhuizen naar een leeftijdsbestendige woning, dat is het stomste wat je kan doen. Gelukkig heeft hij dus zijn eigen opvatting daarover. Ja, en Anne Stiegelbout zegt ook dat grote huis is nodig voor jongere mensen met een gezin. Daar gaan we hier vast en zeker nog op terugkomen, want ik wou graag naar de tweede vraag. En dat is namelijk, vooruit voortbouwend op de eerste vraag. Oké, je hebt dus een beeld gehoord van hoe jij
je oude dag in zorg ziet, oud en der dagen zat bent. Wat moet er dan nog gebeuren om dat te realiseren? En omdat wij binnen zo'n kennisnetwerk zitten, ook graag iets over kennis en onderzoek. En ik wou dit keer precies de andere kant op gaan en daarom mag Mari dit keer beginnen. Oké, dankjewel Wilco. Nou, jullie hebben mijn, denk ik, nog vers in het geheugen wat ik net heb verteld. Ik zou dus graag zien zorg toegespitst op de persoon, op wat ik, wat mijn behoeften zijn of wat ik graag zou willen. En ik denk, als ik kijk, toevallig ben ik zelf ook dus 15 jaar geleden begonnen in de ouderenzorg als stagiaire, hbo-verpleegkundige. En het was net ook al wat eerder dat het gezegd werd, toen ik begon waren er bijna nog geen andere, ik was een van de weinige verpleegkundigen die zo gek was om de ouderenzorg in te gaan, zeg maar. Ik was het ook eigenlijk niet van plan, want ik had een hele andere afstudeerrichting gekozen, de intensieve klinische zorg. Maar goed, ja, soms kom je in een stage ergens anders en dan blijf je net als ik plakken omdat je het zo interessant vindt. Wat ik zelf denk, als ik kijk aan die 15 jaar, is er heel veel gebeurd in die 15 jaar. Met name vind ik de manier van zorgverlenen echt heel erg veranderd. Ik vind dat al veel meer persoonsgericht geworden in die 15 jaar. Wat ik veel minder eigenlijk vind veranderd, zijn de organisatie van de zorg. Als ik kijk naar 15 jaar geleden, natuurlijk zijn de verpleeghuizen wel qua inrichting veranderd. Zijn er wel heel veel dingen veranderd. Maar ik zou eigenlijk de komende 15 jaar daar nog wel meer verandering in willen zien. In de systemen. En daarin nog wel. En ik vraag me wel af of dat, ja, of dat de komende, of dat haalbaar is de komende 15 jaar. En of dat niet nog langer. Of dat niet misschien wel 30 jaar gaat duren. Maar ik zou wel graag een verandering zien in bijvoorbeeld. Als ik iets bijvoorbeeld een voorbeeld neem in de dagbesteding. Hè? Dat ik denk. Ja, is het nu echt de behoefte van heel veel mensen om van 9:30 tot 17:00 op een dagbesteding te zitten? Of is dat omdat dat het aanbod is? En er zijn al heel veel verbeteringen in dagbestedingen. En als ik kijk bijvoorbeeld Dementalent en dat soort initiatieven. Maar over het algemeen is het nog zo, als je naar de dagbesteding wil, dan is er een aanbod van, dan kan je opgehaald worden om 9:30 en om 17:00 teruggebracht en that's it. He, dus als we vragen naar behoeften, vragen we dan echt wat iemand echt wil? Of geeft iemand nog antwoord in wat hij denkt wat het aanbod is? En daarin eigenlijk, en komen we daardoor niet verder? Komen we daardoor niet verder in nieuwe dingen ontwikkelen? Dus een beetje dus zo van, kies er maar welk ijsje u wil, we hebben alleen raketjes. Ja, precies. Dus ik zou graag zien dat er meer onderzoek gaat plaatsvinden, praktijkgericht onderzoek ook, actieonderzoek, van hoe kunnen we nu, als we onderzoeken waar mensen behoefte aan hebben, als we ze echt vragen wat ze graag zouden willen, en hoe kunnen we dat dan toepassen? Hoe kan je dat toepassen en de zorg zo organiseren, of het zo omvormen dat dat wel kan? Duidelijk, dat is een mooie agenda. Jacobijn, wat moet er gebeuren om jouw visie op de zorg voor jou over 15 jaar te realiseren? 20 jaar, 30 jaar? Ik denk onderzoek is sowieso allemaal heel mooi. En hoe kunnen we zorg een beetje draaien naar het persoonsgericht of het persoon. Maar ik zou eigenlijk wel een soort maatschappelijke kentering willen maken. Waardoor je echt niet meer mag zeggen dat je persoonsgericht onderzoek moet doen hoe je persoonsgericht, maar dat het uitgangspunt is dat zorg aanpast bij dat je leven leeft en dat je zorg daar flexibel omheen georganiseerd wordt. Van wat je nodig hebt en wat je kan en een beetje meer en een beetje minder en een beetje van het een en de dagopvang in het museum. Want als je hoogopgeleid bent ga je natuurlijk niet naar de dagopvang, maar dan ga je in het museum naar de dagopvang. Ja, en dan zeg je of je gaat naar de sportkantine. Maar dat we op een of andere manier de lol een beetje terughalen, dat lijkt me leuk. Maar en ik vraag me dus af hoe je die gedachten over ouder worden en hoe je daar kan je niet zoveel onderzoek naar doen. Hoe je de aannames anders kan maken.
Want als je zegt, ja, we willen toch zo persoonsgericht mogelijk maken en actieonderzoek, ja, dat lijkt me ook maar de aanname. Of hoe kan je nou mensen zo opleiden dat ze dat van nature gaan doen? Hoe kunnen we nou die hele cultuur... Maar is dat geen kennisvraag, Jacobijn? Ja, dat is wel een kennisvraag, maar die zet je niet in een trial uit of zo. Zeg maar, dat is echt een maatschappelijk iets. Hoe kijk je naar ouderen, hoe ga je er dan mee om? En ik zou dat wel mooi vinden om eraan mee te werken, om dat om te draaien. Of nee, om dat bij te draaien, want het hoeft helemaal niet omgedraaid. Het is ook niet dramatisch, maar... Nou ja, daar zit het volgens mij nog meer. En of je daar dan letterlijk... het is meer een soort dilemma of een heel groot thema. En daar kan je met wetenschappelijk onderzoek wel wat aan doen of zo, maar... Dat is niet zo heel veel. Het RIVM heeft een team van 50 gedragskundigen en nog steeds doen we niet wat ze vragen. Hè? Ja, maar dan moeten ze ons meer belonen, heb ik net gelezen. Dus, Oké, ja, dat is waar. Ik zeg alleen maar dat we er niks aan doen en dat we het fout doen. Nou, ik zit de hele tijd zit iedereen te zeggen, mag ik dat wel, mag ik dat wel? Ben je 3 met z'n 4? Dus, ik zou ze uitnodigen om eens in de maatschappij te gaan kijken eigenlijk. Ja. In Denemarken mogen we met 10, hoor ik net van jullie. Oh, wat zijn jullie dan, Rijk? Nou, misschien komt bij jullie de piek er ook nog wel aan, Rudy. Lia, wat moet er gebeuren de komende jaren om te zorgen dat jij niet ongerust hoeft te zijn, dat je kan wonen en leven terwijl je zorg nodig hebt zoals je dat zelf wil? Ik denk... Dat aangezien 7 van de 10 mensen met dementie gewoon thuis woont en ik ook van plan ben om thuis te blijven, zou ik heel graag willen dat er gewoon in rap tempo woningen aangepast worden in Nederland, zodat mensen ook langer thuis kunnen blijven wonen. En ook dat de technologie veel harder gaat dan we nu willen. Zoals we nu in no tempo dankzij corona met z'n allen zitten te zoomen en te... teamsen en weet ik wat allemaal. Misschien hebben we nog een andere urgentie nodig om te zorgen dat ook die technologie nou eindelijk eens een keer gaat doorslaan en dat ik straks echt mijn zelfrijdende auto heb en nog boodschappen kan blijven doen in plaats van afhankelijk te zijn. Want dat is voor mij wel een heel erg groot goed. Dus die twee dingen die zou ik graag zien. Want ja, als ik zelfstandig wil blijven, dan moet ik ook zorgen dat ik ook echt de regie over mijn leven kan houden. Een ander ding, want we hebben het toch ook wel snel over de intramurale ouderenzorg, is dat we in ieder geval, als het gaat om kennis en onderzoek, dat we echt gaan kijken van wat ouderen nu zelf echt belangrijk vinden bij de zorg. Dus niet wat wij als professionals belangrijk vinden, maar wat die ouderen belangrijk vinden. En, want zorg gaat altijd door voor en met mensen. We zullen onze opleidingen echt moeten verbeteren. Dat moet echt aansluiten bij de praktijk van alle dag. En ook veel meer op de leerlingen als we zorg aantrekkelijk willen houden. En het is het mooiste beroep wat er is, de zorg. En zeker de ouderenzorg in specifiek. Dan moeten we ook wel zorgen dat we leerlingen ook de gelegenheid geven om te laten zien hoe waardevol dat onderwijs is. En dat betekent... Je mag best ook iets vertellen over... waar jij mee bezig bent met dat waardevol onderwijs, hè? Het nieuwe onderwijs. Ja, wij zijn al als Topaas een jaar of 3 betrokken bij radicale vernieuwing verpleeghuiszorg. En dat betekent dat wij vanaf de wortel, hè, dat je eigenlijk kijkt naar wat is nu eigenlijk de bedoeling van zorg? Wat is nu eigenlijk de bedoeling van verpleeghuiszorg? En voor mij een simpele vertaling is dat je... daarbij, als je het in je eigen stenen niet meer redt, dat je ergens anders je eigen leven voort mag zetten. Nou, als je dat doet, dan betekent dat je ouderen sowieso serieus neemt, maar dat je ook eens een keer aan hen gaat vragen, hoe zou je het nou willen hebben? En dat je vrijwilligers daarbij betrekt, dat je collega's daarbij betrekt, mantelzorgers daarbij betrekt, en aan hen gewoon de vraag stelt, hoe zou je het willen hebben? En van daaruit kwamen wij erop dat de opleidingen gewoon niet passen bij de zorg van vandaag de dag. Het past niet als je docenten voor de klas hebt die nog met een boek staan te zwaaien, als baby's al lopen te swipen over hun iPad. Het past niet als je kijkt naar het gestandardiseerde aanbod wat er is. Het gaat niet over ethiek, het gaat niet over seksualiteit, het gaat niet... over wat voor mensen gewoon vandaag de dag van belang is.
Ze moeten 4 jaar leren om verzorgende te worden, weer 4 jaar om verpleegkundige te worden. Terwijl ik denk, zullen we nou niet eens als de sodomieten zorgen dat we tempo modulair maken, zodat mensen kunnen leren in hun eigen tempo. Maar ook dat we ook qua niveau zorgen dat mensen met elkaar leren en niet gesegmenteerd 2, 3, 4, 6 niveau. Want in de praktijk doe je het ook samen. Ik ben ook heel blij, bijvoorbeeld Annemarie, die ook meekijkt, zie ik. Die nu een onderzoek doet ook naar de persoonsgerichte zorg. Want daar gaat het wel om. Zorg moet je opbouwen vanuit de cliënt en de professional daaromheen. En niet vanuit de systemen. En dat betekent een hele andere zorg van vorm verlenen, van zorg verlenen. En waar ik heel trots op ben, is dat wij over een week of twee het boek Wij Kunnen Toveren mogen presenteren. En dat is niet een term die wij zelf hebben bedacht, maar dat is een term die Corine Kool heeft gezegd. Ze van ja, als het over verpleeghuizen gaat, dan is het altijd van het stinkt en het personeel steelt en de bestuurders graaien. Zegt ze, wat ik bij jullie zie is van dat jullie kunnen toveren. En dat toveren is op zich helemaal niet zo moeilijk, want het bestaat maar uit een paar elementen. En de eerste is gewoon de mensen waar jij voor zorgt serieus nemen. En gewoon eens vragen, wat wilt u? Hoe kan ik u vandaag blij maken? En daar de systemen voor opzij zetten. En gewoon doen wat er toe doet. En aansluiten bij wat is. En dat is hoe wij zorg verlenen. Dus dat is een beetje, Wilco, waarvoor ik dankjewel. De zorg naartoe moet. Dus het onderwijs, dat is een belangrijke drager als het ware van de vernieuwing. Hilde. Jij wil graag, we hebben het beeld gezien van jouw toekomstige zorgomgeving als je oud bent, intergenerationeel. Je hebt nog waarde en wederkerigheid. Hoe ga je dat voor elkaar brengen? Nou, ik denk dat er twee dingen heel erg van belang zijn. En dat is één, die wel met elkaar samenhangen. Maar allereerst hebben we veel meer kennis nodig. En ik denk wel echt wetenschappelijk onderzoek naar de systemen, hoorde ik al, of naar de zorgomgeving. Maar ik denk dat we veel meer moeten denken vanuit de relaties en vanuit de netwerken. Hoe werkt dat samen? Hoe interacteren we bij elkaar? Bijvoorbeeld de fysieke omgeving. We weten best wel wat over individuele componenten. Ook hoe benader ik één persoon. Maar over het netwerk en de dynamiek daartussen weten we gewoon nog weinig hoe dingen ook met elkaar samenhangen. En ik denk dat er heel sterk behoefte is, zowel in wetenschap als in de praktijk, aan een soort rebellen. Vanuit de wetenschappelijke literatuur kennen we zorgrebellen. En dat zijn mensen die vanuit bestaande traditionele organisaties anders denken, dat zij de organisatie willen wakker schudden zonder dat het ze verlaten. En we zien dat in ons onderzoek naar innovaties en innovatieve vormen ook, want dat zijn mensen die soms teleurgesteld zijn geraakt in de reguliere zorgverlening en denken, ik kan het beter en ik ga zelf een nieuw initiatief opstarten. En die komen onderweg 101 hobbels tegen in de realisatie daarvan met gemeenten, met woningbouworganisaties, met van welzijn, van allerlei tegenstand. Maar dat mensen toch denken, ja, ik ben creatief. Ik heb een bepaald beeld of visie in mijn hoofd. Ik wil vanuit die waardevolle zorg dit schetsen. En die creativiteit aan te boren. Want wat mij opvalt is dat een verschil is dat mensen vaak zeggen, ja, dat kan niet, want. En dan komen er zaken als, we hebben te weinig mensen, mag niet van de inspectie, regels, gaat allemaal niet, wetregelgeving, ook altijd een hele mooie om je achter te verschuilen. En de radicale vernieuwing is al zo'n groep. En ik zou dat zo graag willen stimuleren, maar dat geldt ook voor de wetenschap. Want ook voor de wetenschap denk ik dat we veel meer buiten onze eigen kokertjes moeten gaan denken en kijken van, goh, kunnen we gezamenlijk echt vanuit interdisciplinair, vanuit de jonge academie hebben ze daar een stuk over geschreven. Nu noemen we dingen vaak interdisciplinair, terwijl dat eigenlijk niet is. Dus dat betekent, we hebben een probleem, daar kijkt één iemand naar vanuit onderdeeltje A, de ander B, ander C, en kijken hoe moet dit samen. Maar het gaat erom dat je over elkaars grenzen heen gaat en gaat nadenken, oh ja, wat bedoel je? En kunnen we samen tot nieuwe dingen komen? En ik denk dat we dat heel erg nodig hebben in de zorg en ook in de wetenschap, om dit soort dingen dan echt te kunnen realiseren. En een beetje durf, een beetje lef, gewoon doen. Ja, ik ben even overgestapt op een ander platform, want die andere vielen steeds uit. Ik zit dus nu niet in San Francisco, maar wel op een ander iPad. Hilde, dankjewel. Rudy,
Jij was toch wel een beetje somber over hoe het eruit zou gaan zien, vond ik. Ik ken jou wel. Jij wil er iets aan gaan doen. Je hebt er ook nog wel een aantal jaren voor om dat te doen. Wat moet er gebeuren zodat jij toch een mooie oude dag hebt met zorg? Er zijn drie dingen die moeten gebeuren. Het eerste, we moeten beter leren luisteren. En het tweede wat moet gebeuren is dat we beter moeten leren luisteren. En het derde wat moet gebeuren is dat we beter moeten leren luisteren. Dat zou mijn top drie zijn. Ja. En met wie is we dan? Nou, er zijn er twee. Ik neem er dan even drie op de hak. De eerste is de zorgprofessional. Dat moeder Theresia-syndroom moet er nou toch echt een keer af. Ik wil goed doen. Nou, dat bepaal jij helemaal niet. Maar ik doe zo goed. Moeder Theresia. En dat zit niet alleen bij verzorgenden, zit bij verpleegkundigen, zit bij fysiotherapeuten, zit bij dokters. Overal. Zorgprofessionals. Lia uitgezonderd. Ik ben nu even politiek correct. Maar goed. We willen allemaal zorgen voor. Nee, luisteren. Oké, dat is één. De tweede die een veeg uit de pan krijgt, dat is Nienke. Want Nienke Fleuren die zegt al, wel, hoe zien jullie de rol van familieleden en mantelzorgers? Die moeten leren luisteren. Die moeten luisteren naar moeder, die moeten luisteren naar vader. Ik voed mijn dochters al op. Ja, jij Lia, jij hebt een zoon, maar ik heb twee dochters. Nou, ik zie daar met angst en beven tegemoet. Want die nemen gewoon mijn leven over. En de ene is ook nog een hoofdverpleegkundige in een verpleeghuis. Ik zeg, jij bemoeit je later niet met mij. Niets daarvan. Een collega van mij heeft over het afgelopen weekend gezegd, ik heb 10 mensen van meer dan 95 opgenomen. En bij 3 van de 4 heb ik gevraagd van, ja, had dat nou wel gemoeten? En al die oude mensen die zeggen, ja, voor mij had het niet gehoeven. En de familie, ja, maar het moet wel. Dus de familie moet ook leren luisteren. Nou, en het derde moeten we ook naar zorgbestuurders luisteren. Hilde, ik weet niet of je dat kent, maar ken je Hans Becker van Humanitas? Ja, ik niet persoonlijk, maar ik heb wel zijn ja-cultuur, hè, wat je ook zegt. Ah, ja. Precies. Nou, dat was een zorgrebel uit de jaren 1990, was een econoom, dus die werd helemaal platgewalst, er werd niet naar geluisterd. Maar hij luisterde, want hij had geen last van het moeder Theresia-syndroom, hij luisterde naar, laten we zeggen, zijn cliënten. Daarna is er niet meer naar hem geluisterd en is hij gewoon doodgezwegen. Ik wou het hierbij laten. Oké, dank je. Maar Rudy, we gaan heen en weer. Dus we komen bij straks weer als eerste bij jou aan. Maar allereerst gaan we even kijken of er in de chat nog vragen of opmerkingen zijn voor het panel. Monique. Ik heb geen vragen in de chat. Ik zat zelf nog wel te denken, misschien ook nog wel een vraag aan het panel. Zou hier ook nog een rol voor onderwijs zijn? We hebben het natuurlijk nu over de zorg. We hebben het over de verpleeghuizen. Over de wetenschap gehad. Maar ik ben ook wel heel erg benieuwd naar jullie visie op hoe het onderwijs een rol kan spelen in de toekomstige ouderenzorg. Lia heeft natuurlijk iets verteld over de nieuwe opleiding voor dingen. Maar je bedoelt het onderwijs, het... Aan de specialisten oudergeneeskunde, de verpleegkundigen, de hbo's, de mbo's, de paramedici. Iedereen gaat inderdaad met een ideaalbeeld wel zo'n opleiding in. Van inderdaad wat Rudy aangeeft, van we willen goed doen, we willen zorgen. En sommigen zien het misschien zelfs nog wel als een roeping. Hoe kan het dan een rol spelen? Kunnen we die mensen motiveren om ook te luisteren en op een andere manier ook cliënten te betrekken. En wij zelf gaan heel veel doen met cliëntparticipatie in de breedste zin van het woord, in wetenschap, maar ook het betrekken bij projecten die we gaan doen en luisteren naar wat speelt en wat is belangrijk om die onderwerpen op te pikken voor onderzoek in ons netwerk. Maar ik kan me ook voorstellen dat er een rol ligt voor de opleidingen. Misschien kan het panel daar, ook een mening over. Ja, is er iemand die daar iets over wil zeggen? Kijk,
wil er wel iets vanuit mijn onderwijsrol wel iets over zeggen, is dat binnen de Master Fertility in Aging, waar ik gelukkig ook een aantal studenten en alumni in de tegeltjes zie, zoals oude mensen zeggen over Zoomen. Dat wij daar studenten proberen leren dat het uitgangspunt is niet over, maar met praten. En dat als je dat mensen, en of die daarna in onderzoek of in beleid of in zorg komen, als je leert dat de oplossing ligt bij mensen zelf voor de moeilijkste problemen, voor de goede zorg, en dat je daar, nou, het woord luisteren past daar denk ik ook heel goed bij. En dat is nog niet zo makkelijk om dat op die manier aan te leren, maar als je dat in je hart hebt gesloten, dan kan je bijna niet meer anders dan op die manier daarin. En ik denk, Monique, er zijn heel veel mensen die gaan met een roeping erin, maar die komen op met een roeping in de zorg werken en die moeten direct in de protocollen en in de formulieren en in de sopjes en in de, ach, je mag niet afwijken van alles. En ik denk dat we daarmee mensen heel snel omvormen naar een andere manier van kijken. Ook al kom je met die roeping binnen dat je het beste voor mensen wil doen. En dan kom je op die andere, ja, dus er is iets met protocollen en die standaardstrategie proberen om te draaien. En dan kan je heel dicht bij je roeping blijven, namelijk dat je het goede wil doen voor mensen. Alleen, ja, voor dat goede moet je dan luisteren. En niet je leerboek volgen of je baas volgen die zegt dat het belangrijkste is of zo. Dus ik hoop dat we kunnen leren van niet over mensen praten, maar met mensen. Ik hoop ook dat het niet over mij gepraat wordt, maar met. En ik denk dat is volgens mij een van de uitgangspunten. Maar Lia, dat hoor ik eigenlijk ook precies wat jij ook zei, hè? Ja. En als we dat kunnen leren en als we dat jonge mensen kunnen leren en professionals die aan het werken zijn, de zorgrebellen dat ook gaan doen, dan komt dat bij elkaar. En dan hoeven we niet eindeloos te wachten tot de jonge mensen de hele cultuur veranderen, want dat is best wel moeilijk. Ja, oké, dankjewel. Ja, ik wil er ook wel op reageren. Ja, Mari. Ik heb zelf 15 jaar geleden de HBO verpleegkundeopleiding gedaan. En wat ik mezelf daarvan herinner is inderdaad dat ik erg ben opgeleid in het opsporen van dysfunctionele gezondheidspatronen. Dus met Gordon, en dan loop je die lijst af en dan kijk je vooral naar wat dysfunctioneel is. En ik heb nu wel een ander beeld van de HBO-opleiding. Bijvoorbeeld op de Haagse Hogeschool krijgen ze, terwijl mijn HBOV in het eerste kwartaal begon met leren wassen, dus gelijk eigenlijk de handen opstropen en aan de slag, zijn ze nu in het eerste jaar, worden ze gekoppeld aan iemand, zijn ze een buddy, en krijgen ze vooral de opdracht om met iemand te luisteren en te praten en het gesprek aan te gaan. En worden ze vooral daarin opgeleid en daarin begeleid. En ook hun eerste stage is eigenlijk een schaduwstage, waarin ze vooral wordt gevraagd om te schaduwen en te kijken wat er gebeurt. Dus ik vind dat wel, daarin zie ik wel verandering in de afgelopen 15 jaar. Oké, dankjewel. We gaan over naar het volgende punt. En dat is een heel concrete vraag eigenlijk. Hè. Wij zitten vanuit ons netwerk in langdurige zorg, met name in en vanuit het verpleeghuis. Maar de vraag komt natuurlijk regelmatig naar voren. Is het verpleeghuis, bestaat dat nog in jouw toekomstvisie? We zijn natuurlijk heel blij dat we iemand hebben die in Denemarken woont. We hebben altijd hele mooie verhalen over Denemarken. Rudy, wat is er nog plaats in jouw toekomst voor het verpleeghuis als het aan jou ligt? Nee, sluiten die handel. Sluiten die handel, ja. Sluiten die handel. Dat mag je een beetje toelichten. Nou, ten eerste denk ik, en ik doe niets af aan het feit, ik hoop, we zijn hier onder collega's, dat ik niets afdoe aan het dagelijks werk van mensen die proberen het beste van te maken. Maar het systeem, als laten we zeggen het verpleeghuis, dat moet eruit, want dat is dus niet een luistercultuur. Daar heb je zorgrebellen voor nodig, en die jas trek ik dan maar even aan, Hilde, dat verpleeghuis, die institutionele zorg, nou, daar staat haaks op waar ik mij net een pleidooi voor gedaan heb. En ik ben niet de enige die daarover zo over denkt. Want in 1970, op het moment dat Nederland met de gasbaten verpleeghuizen gaat bouwen, dat heette de Dutch disease, nog even voor de mensen.
de Dutch disease. Als je per ongeluk te veel geld hebt, dan ga je gekke dingen doen. Nou, Nederland heeft gekke dingen gedaan. Die heeft institutionele zorg gebouwd. Om nog even aan te geven. In Denemarken is men vanaf 1970 is men actief begonnen om de verpleeghuizen te ontmantelen. En tot mijn spijt, want ik heb de Tweede Kamercommissie hier ook al over bezoek gehad. En dan zeggen gewoon, ik zal geen namen noemen. En die zeggen, ja, maar het ziet er hier eigenlijk hetzelfde uit als in Nederland. Ze begrijpen er dus helemaal niets van. Want wat je hier ziet, zijn geclusterde woningen. En ik heb dat ergens in de krant al gezien. Waar mensen van een bepaalde leeftijd en een bepaalde gebrekkigheid vrijwillig op kunnen inschrijven. Dus eigenlijk sociale woningbouw waar je voor geïndiceerd bent als je bijvoorbeeld licht dement bent of, laten we zeggen, gemankeerd. Andere mensen kunnen daar dus geen aanspraak op maken. Zijn gemeentelijke voorzieningen. En daar huur je dus zelf, of daar koop je, want het is in alle vormen en maten, kun je dus geclusterd bij elkaar gaan wonen. Het heeft een aantal voordelen. Je ziet het al. Dus er zijn eigen woningen. Dan heb je je eigen regie, je bepaalt zelf of je erin komt. Nou, iets van een buurtzorgachtige, dat mag ook wijkverpleegkundige uit de gemeentelijke dienst. Die komt daar, is makkelijk, dat hoef je ook niet veel reistijd. Als je dus geïndiceerd bent al voor diepe dementie, dan zijn alle achterdeuren die zijn geopend naar het binnenterrein. Wat is eigenlijk een beetje zo de plint is, als mensen dat herkennen. Daar kun je gewoon vrijelijk naar in. En daar zitten dus dan vast gewoon 1 of 2 verpleegkundigen. Maar het zijn allemaal je eigen woningen. Eigen regie, geclusterd wonen, beschut wonen. Afhankelijk van hoe ernstig het is. En er zit echt tussen, laten we zeggen, thuis wonen en het verpleeghuis. Want in het institutionele verpleeghuis, zoals wij dat hebben, waarbij de dokter en de verpleegkundige dus bepaalt wat er gebeurt. Daar wonen nog ongeveer 1300 mensen in Denemarken in zo'n soort voorziening. En de rest woon je gewoon thuis. Je moet ook zelf huur betalen. En je bepaalt zelf of je, laten we zeggen, de zorg afneemt van laten we zeggen, het gemeente. Of dat je dat privaat inkoopt met een PGB, kan allemaal. Dat soort voorzieningen. De lammen helpt de blinden. De mantelzorg. Ja, die kinderen. Die zijn ook op afstand. Ik bedoel, er zijn gewoon vrienden. Er zijn communes die ook. Alle soorten en maten. Ja. Oké, en dat voorzie je ook voor Nederland. Dat zou in jouw toekomstdroom. Ik weet niet waar jouw toekomst eindigt qua land. Maar ik bedoel, in zo'n soort land zou je wel oud willen worden. En behoeftig. In zo'n soort. En een aantal private initiatieven die zie ik in Nederland ook al gebeuren. En stadsdorpen lijkt daar ook al een beetje op. Dat is gewoon dat je met elkaar in de buurt eens rondkijkt. Wij moeten het met elkaar regelen. Nou, ik heb nog niet gezien dat ze met elkaar, laten we zeggen, gewoon een stuk sociale woningbouw. Maar ik weet dat er in Nederland ook mensen zijn, zelfs van de Rabobank en andere vastgoedvoorzieningen, die eigenlijk zoiets dolgraag zouden willen doen. En wat zit er dus nog in de weg? Ja, ik mag het niet roepen. Ja, dankjewel, Rudy. Er is vast wel wat commentaar op komen, vragen. Hilde, jij hebt bijzonder veel verstand van leefomgeving, van zorgomgeving. Hoe zit dat? Hoe is dat over tussen de 15 en de 30 jaar? Voor jou, om jouw beeld, jouw. Ik heb er ook over nagedacht en ik denk het ligt er inderdaad aan hoe je het verpleeghuis definieert. Want ook ik denk dat, ik hoop dat we over 15 jaar niet meer het traditionele verpleeghuis hebben zoals we dat nu kennen. Waarin je meer regie wordt afgenomen, waarin zodra je de drempel overstapt je eigenlijk vrij weinig kan bepalen. Ondanks alle goede intenties, want dat zie je ook. Iedereen probeert het met de beste intenties, zo persoonsgericht, et cetera, in te richten. Maar ik denk dat er gewoon bepaalde weeffouten in het hele systeem zitten van organisatie, competentie, sociale omgeving, fysieke omgeving ook. En dat we veel meer toe moeten naar omgevingen die organisatorisch, fysiek en sociaal goed op elkaar afgestemd zijn. En ik hoop, want ik denk wel, net zoals Rudy ook aangaf, er is wel behoefte aan
collectieve vormen van wonen, zorg en iets betekenen voor de maatschappij. En ik hoop dat we dat in Nederland wel altijd, zei ik in het begin ook al, tussen de generaties houden. Dat we niet van die communes buiten de omgeving gaan creëren voor oude mensen en de rest van de maatschappij daar langs. Want ik denk, nee, het moet echt geïntegreerd midden in de samenleving. En daar zie je ook leuke initiatieven ontstaan met scholen, met kinderen, met buurten, et cetera. En ik denk dat we veel meer op zoek moeten van, nou ja, wat zijn nu werkingsmechanismen? Waarom werkt het op de ene plek wel? Want je hebt ook bepaalde burgerinitiatieven die nu ook ontstaan, hè, van mensen die willen niet uit het dorp, we gaan het hier zelf regelen. En op de ene plek werkt het wel en op de andere plek niet. En waar zit het hem dat nou in? En ook hoe creëer je die wederkerigheid en ook die ondersteuning? En ook ik denk, maar goed, dan moet het wetenschap. Onderzoek, wat ik hoop probeer aan te tonen, is dat dat ook een directe invloed heeft op het functioneren van mensen. Want we hebben nu, naar mijn beeld, hebben mensen soms toch vrij beelden van, goh, als ik dementie krijg, dan eindig ik in een verpleeghuisbed, kan niet meer lopen, kan niet meer praten, met contracturen, et cetera. En ik denk, als we de omgeving anders inrichten in een veel eerder stadium, dat dat niet nodig is. En dat mensen langer kunnen meedoen, meer kunnen functioneren, en dat beter is, zeg maar. Dus in die zin hoop ik dat over... Ik weet niet wie eerder ook zei, ik weet niet of we dat in 15 jaar gerealiseerd krijgen, maar ik merk wel, ik doe nu onderzoek op dit gebied, ja, ruim bijna 15 jaar, 10, 15 jaar, dat er nu wel een bepaalde bus in de samenleving is. Je ziet al een aantal jaar heel veel privé, particuliere initiatieven, ondernemingsinitiatieven, ook binnen grotere zorgorganisaties die dingen toch wat echt anders vorm willen geven en willen breken met die traditionele patronen. Waarbij ik één opmerking zou willen maken. En in het begin jaren 2000, waar we in Nederland soms een neiging toe hebben, is één model te kiezen en te zeggen dat is het. Dus bijvoorbeeld toen was de hype kleinschalig wonen. Dus iedereen moet in zo'n kleinschalige woonvorm die er op die manier uitziet. En dat rollen we over heel Nederland uit. En daar geloof ik per definitie niet in. Dus we moeten veel meer kijken, nou ja, wat is in deze buurt? En Amsterdam is anders dan het platteland in Zuid-Limburg of in Groningen of in Brabant. Maar dat we veel meer gaan kijken wat past er binnen die context. En dat we dus niet één concept of wat het dan ook is gaan standaardiseren of zo. Of omdat we, soms hebben we ook nog de neiging, in Denemarken is dat werk, dus dat kopiëren we exact en planten we hier neer. Want ik denk, ja, je moet kijken, wat zit erachter? Wat zijn die werkingsmechanismen? En ik vond dat, u gaf dat ook wel aan, want ik denk, daar moeten we veel meer naartoe. Ja, top, dankjewel. Lia, jij kent het verpleeghuis als geen ander. Hè? In Nederland ben je daar verantwoordelijk voor. Je hebt het ook op allerlei andere vormen gezien. Hè? We zijn ook nog naar Australië geweest eind 2018. Over 15 tot 30 jaar heb je niks meer te zeggen over Topaz. Maar bestaat het verpleeghuis zoals het nu binnen Topaz is nog over 15 tot 30 jaar? Nou, ik denk dat het goed is om ook even naar het historisch perspectief te kijken van waar komen die vermaledijde verpleeghuizen nou eigenlijk vandaan. En die komen natuurlijk gewoon omdat het een overloopsituatie was van de ziekenhuizen. Het heet ook niet verpleeghuis. En in de jaren 50, toen de ziekenhuizen de oudjes niet kwijt konden, omdat Nederland opgebouwd moest worden, toen hebben we semi-ziekenhuisjes gebouwd. We zetten ze inderdaad met z'n zes op een kamer, gordijntje ertussen. En op die manier mocht je dan de rest van je leven slijten. Nou, gelukkig is dat heel erg aan het veranderen. En wat ik heel erg toejuich, is dat er inderdaad steeds meer variëteit komt en steeds meer ook gekeken wordt naar van, hoe willen ouderen het eigenlijk zelf? En niemand kiest ervoor om met z'n zes op een kamer te gaan zitten. Niemand kiest er ook voor om in zulke invaliderende bouw te gaan zitten. Want laten we wel wezen, op het moment dat je, zelfs al bij de verzorgingshuizen vroeger, op het moment dat je een verzorgingshuis in kwam, je kon niet meer zelf koken. Je kon je was niet meer doen. En eigenlijk wat je restte was dankbaarheid en kijken wat de activiteiten begeleider nu weer verzonnen had om te doen. En ik denk dat dat een verkeerd antwoord is, zeker naar de toekomst toe.
We zullen veel meer aan ouderen zelf moeten gaan vragen. Wat wil je nou eigenlijk? Hoe wil je het nou? En kun je het zelf organiseren? En dan waar je het niet zelf kunt organiseren, doe het dan samen. Aan de andere kant denk ik van ja, het is ook wel als je geen sociaal stelsel hebt en je hebt geen digitaal netwerk en je hebt geen kinderen of mantelzorgers of vrienden en helaas zijn die mensen er ook, dan zullen we als maatschappij in een nieuwe vorm toch een vangnet moeten creëren voor deze mensen. Daar blijven alles wat ik net zei over, en wat Rudy ook zei, luisteren, vragen hoe iemand het wil hebben, dus ook variëteit daarin, moet voorop staan. Het is niet de dokter die bepaalt wat goed voor die is, u bepaalt zelf wel wat goed voor die is. En dat is een hele andere manier van kijken, maar ik denk wel dat we toch iets van een vangnet zullen moeten creëren voor mensen die het echt zelf niet meer kunnen. Ja, dus Lia, ik hoor je ook zeggen van goh, er is altijd wel een groep mensen zijn die dat nodig heeft. En dat doet me denken aan het feit dat als we de verpleeghuisbewoner zoals ze nu eens beschrijven, dan kiezen we vaak voor begrippen als kwetsbaarheid of verminderd functioneren of comorbiditeit en polyfarmacie. Terwijl het eigenlijk ook heel vaak gewoon sociaal zwakkere mensen zijn. En sociaal zwakkere mensen bedoel ik ook mensen met een lagere sociaal-economische status vaak ook, hè, gemiddeld. Ja, dat zien we natuurlijk in toenemende mate wel. Dus je zult daar wel rekening mee moeten houden. En ik wil even gewoon een persoonlijk verhaal. En dat is mijn schoonouders, die ik zeer bemin. Mijn schoonvader is in maart overleden, vlak voor de coronacrisis. En mijn schoonmoeder is dement. Nog niet knetterdement, zeg maar, hè, in foetushouding, maar wel dement. Dus die... Toen gingen de verpleeghuizen dicht en toen hebben wij gezegd van wat er ook gebeurt, zij blijft gewoon thuis en wij gaan met elkaar zorgen dat ze thuis blijft. Dat betekent dat de kinderen het op zich genomen hebben. Ze was ook echt geen moment thuis. Maar dat is wel een hele zware opgave. En zij is anderhalve week geleden verhuisd naar het verpleeghuis, zoals dat dan heet. Heeft kaarten naar iedereen gestuurd en is ontzettend blij dat ze niet meer continu alleen is. Dus we kunnen het als een soort doembeeld neerzetten, maar je kunt ook zorgen van binnenuit dat het verpleeghuis of het huis waar je iemand laat verblijven de laatste tijd, dat je dat tot een woonhuis maakt waar mensen zichzelf kunnen blijven. Maar dan moeten we het anders gaan labelen, dan moeten we het geen verpleeghuizen meer noemen, dan is het gewoon huisvesting voor ouderen waar mensen wel zichzelf mogen blijven. Maar er zitten ook voorwaarden aan. Bijvoorbeeld mijn vrouw die mocht de eerste nacht gewoon blijven slapen. De kat mocht mee. En het gaat erom dat je, en wat ik al eerder zei, het gaat erom dat je die ouderen ook als uitgangspunt neemt en aan hen vraagt, wat wilt u nu? Dat hebben we bij Topaas ook gedaan in Munnekewei, waar we ook die radicale vernieuwing gedaan hebben. En dan krijg je de mooiste antwoorden. Een echtpaar die zegt van... wat kunnen wij nog verbeteren? Nou ja, eigenlijk niet zoveel. Alleen thuis, hè, het was al jammer dat ze dat dan thuis noemden, kwam ons kleinkind altijd logeren. Nou, dan is het standaard antwoord, wij zijn niet van de ouderenzorg. En dan gelukkig zijn ze zover dat ze, wij zijn van de ouderenzorg. En dan zijn ze gelukkig zover dat ze zeggen van ja, maar als wij bewoners noemen, dan is het huis van hen. En dan bepalen wij niet wat er gebeurt, maar dan bepalen zij wat er gebeurt. En dus zijn er... gewoon logeerbedden aangeschaft, zodat iedereen kan blijven slapen. Hetzelfde is, er is een jacuzzi aangeschaft. Alles wat een bewoner wil, wat hij normaal ook zou doen, dat doe je dus. Maar dat begint en dat eindigt bij luisteren. Ook als mensen sociaal zwakker zijn, om een voorziening te zorgen waar zij mogen wonen en zichzelf kunnen zijn. Dankjewel. Jacobijn, jij ziet wel iets in een beetje gezelligheid op je oude dag, als je zorg nodig hebt. Zie jij het verpleeghuis nog bestaan, 15 tot 30 jaar? Ja, ik denk dat, dat goede woningen op dicht bij elkaar, dat het ook voordelen kan hebben. Ik ben helemaal eens dat stigmatiserende dan af zou moeten. Waarvan ik denk dat wel gaat verdwijnen, is de verpleeghuisgeneeskunde of de verpleeghuisgeneeskundig wetenschappelijk onderzoek. Dat begrijp ik nooit, want dan denk ik, ja, er zit een muur om het verpleeghuis, dat is gewoon een subsidieding. De ene keer mag je er wel in en de ene keer de andere keer mag je er niet in. En dan doen we dus onderzoek wat gedreven wordt door een verzekeringsstelsel.
het deeltje van de oude mensen. En dus ik denk, volgens mij gaan we toe naar onderzoek naar of zorg voor mensen, oude mensen in de hele breedte van vitaliteit tot ontzettend kwetsbaar. Ja, en daar neemt iedereen een stukje op. Maar dat moeten we denk ik niet verwarren van, oh, dat is, nou ja, nee, dat doet het UNCZH niet, maar sommige andere verpleeghuisonderzoekers wel zeggen, maar het is niet in het verpleeghuis. Dus dan doen we het niet. Dan denk je, ja, hoe kan je het verzinnen? Hoe haal je het eigenlijk in je hoofd? En ik denk, daar moeten we volgens mij, en daar zit ook de rijkdom van het UNCZH, is dat we, als we dat verbinden met buiten, als we die open houding hebben, dan zijn we volgens mij heel mooi op weg om die continuïteit te maken. Want anders zitten wij mensen in hokjes te duwen. En of de wetenschap gaat mensen in een hokje, of dan gaan we zeggen, de mensen waren niet kwetsbaar genoeg, of ermee achter. Denk ik, maar als we daar nou eens dat volledige spectrum nemen. En dat zou ik wel een leuke uitdaging voor het UNCZH vinden in de komende 15 jaar. Als we daar toch over mogen hebben, ja. Dat lijkt mij dan wel. Ja, zeker. Dat soort wensen zijn zeer worden in dank afgenomen. Alsjeblieft. Een cadeautje voor jullie verjaardag. Een cadeautje, dit pakken we straks uit. Mari. Wat denk je? Bestaat het verpleeghuis nog over 20 jaar? Ik denk dat het nog wel bestaat. In die zin ook dat het... Ik denk dat het te snel is dat het over 20 jaar al helemaal veranderd is. Wat ik wel zou zien veranderen is dat er meer een trend naar buiten zichtbaar is. Dus de expertise die intern is opgebouwd... hoe mensen te begeleiden in het proces van dementie, dat ook veel meer extramuraal wordt toegepast. Dat zou ik wel toejuichen, omdat je vaak ziet dat mensen eigenlijk misschien wel in een vroeger stadium meer hulp daarbij zouden willen. Hè? Dus vooral ook na de diagnose, dat ze goed begeleid worden in wat betekent het om dementie te hebben. Hoe ga je ermee om? Maar ook het hele proces daarna. Hoe ga je ermee om met de verlieservaringen die er zijn, continu? Hoe maak je dingen nog waardevol? Hoe pas je activiteiten aan, zodat ze toch betekenisvol blijven? Ik denk wel dat daar vanuit de intramuraal, dat het zou mooi zijn als dat ook meer extramuraal de expertise wordt ingezet. Ik denk wel dat het goed zou zijn als het wat meer zou veranderen. Dat er inderdaad veel meer wordt gekeken van wat is de behoefte van mensen. Ja. Aan de andere kant zie ik wel bijvoorbeeld... zie je wel in het verpleeghuis ook heel veel veranderd. Hè? Ik bedoel, contracturen komen heel weinig nog voor. Dus dan zie je wel ook dat de levenswijze in de verpleeghuizen ook heel erg is veranderd. Dus dat wil ik wel ook even gezegd hebben. Ja, nee, helder. En ik zelf denk ook dat tegenwoordig, het is niet echt genoemd nog, maar dat het verpleeghuis steeds meer een kennisinstituut is wat veel producten buiten de deur levert, hè, die inderdaad dagbesteding mogelijk maakt, case management, wijkverpleging, sommige organisaties. Dus dat is ook veel bijvoorbeeld onderzoeken geweest, hè, bijvoorbeeld zo ergotherapie vanuit Nijmegen, hè, van Maud Graf, die laat zien dat je met goede ergotherapeuten, die veel verstand van zaken hebben, mensen langer thuis kunt laten wonen door interventies in de thuissituatie. Monique, heb jij een beetje de chat bijgehouden en wat zouden we er nog eens in kunnen gooien? Ja. Ron heeft nog een vraag over, dat was nog een reactie op de vraag van Rudy over, zijn er bij die clusterwoningen ook verpleeghuisbedden en wijkziekenhuisbedden in die woonvormen in Denemarken? Dat is een van de vragen die ik zie. Ik zie dat we inderdaad zelfbeschikking en het faciliteren, dat hoef je niet allemaal, als je zelfbeschikking faciliteert, dan hoef je niet alles te regelen. Dat was een opmerking van Tony Poot. En die zegt, ja, helemaal mee eens. Regel het zelf maar. Dan is er nog een discussie in de chat over, zouden we de ouderen zelf niet moeten betrekken hierbij? We hadden het natuurlijk over. En ik denk dat dat ook zeker waar is, dat we zo iemand heel graag in ons panel hadden gehad. Ik zag wel dat Toos nu ook aanwezig is. Niet ook.
En Toos zat niet in ons panel, maar Toos zit wel in ons project over cliëntparticipatie als cliëntvertegenwoordiger. Toos, ik zag jou zitten. Heel fijn dat jij er ook bent. Jij als vertegenwoordiger van de cliënten in ons onderzoek, hè, wat vind je tot nu toe van de discussie? Gaat dat genoeg met de ouderen? Wat ik nu vooral in de discussie merk, dat is dat er ontzettend veel verschillende invalshoeken zijn. Waar ik nog heel moeilijk, hoe moet ik dat nou zeggen, een rode draad in kan ontdekken, omdat er ontzettend veel aspecten aan bod komen. Het zou inderdaad leuk geweest zijn om inderdaad in het panel ook een oudere te hebben. Maar net zo goed denk ik dat het heel belangrijk zou zijn om een vertegenwoordiger van bijvoorbeeld mensen met een migratieachtergrond in zo'n panel te hebben. Want ook dat is een stukje wat ik nu eigenlijk helemaal mis. En ik zou me voor kunnen stellen dat daar toch wel groepen zijn die hele andere behoeftes hebben als het gaat om zeg maar de vormgeving van het wonen op hoge leeftijd. Ja. Ja, ik zie Rudy, je hebt natuurlijk een migratieachtergrond, hè? Je bent gemigreerd. Toos, ik begrijp wat je zegt. Want voor mij is er maar één rode draad en daar praten we al over. Maar het is, laten we zeggen, de uitkomst van die vraag die is veelvormig. Maar de enige vraag die, hoe krijgen we gewoon het oude mens? Hoe krijgen ze mij als ik hier oud word? Hoe krijgen de omgeving, de maatschappij en nou, het pleegwezen en voor elkaar dat er, laten we zeggen, ik mijn leven kan leiden zoals dat is. En dat is de rode draad. En dat maakt helemaal niet uit of je man of vrouw bent of dement of gemankeerd of gemigreerd. Ik bedoel, dat is de heterogeniteit. Ik bedoel, ik zie maar één grote rode draad. En wat zit er tegen en wat belemmert dat? Dat is verdomme van zoals we het nu opereren en hoe we het georganiseerd hebben. Ja. Dus ik wil even nog verder zeggen. In 1970, om nog even aan te geven in welk land ik dus nu verblijf. In 1970 zijn ze hier actief begonnen om die verpleeghuizen af te bouwen. En 10 jaar geleden heeft men de accreditatie van verpleeg of van voorzieningen ook stopgezet. Gewoon van de ene op de andere dag ophouden met die handel. Want dat houdt alleen maar regelgeving van buitenaf, het bepalen van wat er goed is voor die migrant. Want dat heeft die Westendorp bijvoorbeeld bedacht. Niks ervan. Accreditatie, stop. Niet alleen in, laten we zeggen, van wat er dan op de wijkverpleging, maar ook in de ziekenhuizen, hebben ze gewoon gezegd, leidt alleen maar tot regelgeving en dat leidt tot niets. En Rudy, nog even de vraag van aansluitend van Romke. Hè? Heeft dat er, de Romke vraagt van, goh, zijn er dan ook andere faciliteiten bij die geschakelde woningen? En daarbij doelt u natuurlijk, denk ik, hè, ik wil niet voor hem spreken, maar ook op het feit van, goh, we moeten toch ook zorgen voor, het zijn kwetsbare mensen, voor goede medische zorg. En voor, zodat ze niet allemaal op de eerste hulp terechtkomen. Zou je daar iets over kunnen zeggen? Nou, het is gewoon zo dat je woont gewoon thuis. En dat kan dus, laten we zeggen, in het grote huis zijn, een appartement, een geschakeld, beschut wonen, tot en met iets, en daar kan ik je naartoe leiden, tot geschakelde woningen die eruit zien als een verpleeghuis. Maar dat zijn dus gewoon zelfstandige woningen waar mensen de eigen regie hebben. Ja, en als je het daar niet redt, ja, dan kun je naar het ziekenhuis. Ja, en Rudy, luisteren ze in Kopenhagen beter dan in Nederland naar de oudere mensen? Betrekken ze er meer bij dit soort plannen?
Ja, en dat zit in de cultuur. Dat zit in de cultuur. Ik heb daar de afgelopen dagen in de krant ook over gezet. Het collectief is belangrijker. Je hebt me in we. Dat is het principe. Je bent een individu. En je maakt met elkaar maak je een maatschappij. Okay. Nou, in Nederland ben je eigenlijk het individu. En Maxima heeft al gezegd van nou, goh, waar is nou de Nederlandse identiteit? Want waar is nou het groepsgevoel? Dat hebben we alleen als we verliezen bij het wereldkampioen. Dan gaan we met elkaar uithuilen. Nou, dat is in Scandinavië is dat wel wat anders. Daar is het de groep eerst. En daarbinnen heb jij ook een individuele, ja, kastje, een hoedje op. Ja. Maar het gaat eerst om de groep. Dus altijd, nou, dat heb ik wel moeten leren. Want mensen vragen die mij langer kennen, die zeggen van ja, maar was het dan niet weer heel moeilijk voor jou om dus in te aarden in Denemarken? En dat was het ook. Want ik werd voortdurend mond gesnoerd. En er werd mij telkens op gewezen van Rudy, ja, je bent nou telkens met jezelf bezig, maar het gaat over de groep. Je moet luisteren. En er wordt ook gekeken van, als er dus een probleem is, of een uitdaging, of wat dan ook, is iedereen aanwezig? Kan iedereen gehoord worden? Ja, dus in algemene zin. Is het dan een Walhalla in Denemarken? Nee, natuurlijk niet, want er zit er hier ook Moeder Theresia's. Klopt. Maar het principe hoe het georganiseerd is, is vanuit de groep. En dat is een positieve stimulus. En dat leidt dus tot beschut wonen projecten in de gemeente, met elkaar. Ja, allemaal dat soort dingen. Ja, ja, oké. Okay. Misschien, ik zou het van Hilde nog wel even willen vragen. Hilde, je hebt nou verschillende meningen gehoord over hoe dat nou moet met die omgeving. Staat aan het begin van je carrière als hoogleraar. We verwachten heel veel van jou op dit punt. Zou je nog een reflectie kunnen geven wat je gehoord hebt en eventueel nieuwe punten inbrengen? Nou, ik sluit me wel aan bij dat eigenlijk gaat het maar om één ding, omdat ik denk dat iedereen dezelfde basisbehoefte heeft, namelijk dat je je veilig wil voelen en dat je autonoom wil zijn tot op een bepaalde hoogte, ongeacht of je nu kwetsbaar bent of niet. En dat moeten we met elkaar samen realiseren. En ik ben ook wel positief dat je ziet dat ook in Nederland dat steeds wel meer opkomt. Wat ik nog wel zou willen toevoegen is dat we misschien ook goed moeten nadenken over de taal die we gebruiken. Want taal is toch een voorloper van de acties die we daarop volgen. En om een concreet voorbeeld te noemen, ik stoor me altijd heel erg aan de termen intra- en extramuraal die altijd overgebruikt worden. Omdat dat altijd nog uitgaat van muren bouwen. Ongeacht je bent binnen de muur, buiten de muur, ongeacht waar we de muur neerleggen. Ik denk er moet überhaupt geen muur zijn. Omdat we het samen moeten doen met iedereen en afhankelijk, weet je, van dat soort zaken. En ook, je ziet het in heel veel beleidsdocumenten en dat lijkt, denk ik, ja, what's in a name? Maar ik denk dat het wel belangrijk is om ook de taal die wij gebruiken, dat we goed kijken van, ja, wat bedoelen we dan? En wat voor acties volgen daarop? Wat voor gedrag laten we daar dan zien? En ja, en ik hoop dat we toch wel een beetje rebels blijven met elkaar. En ik denk wel dat Nederland, ja, wat dat betreft, ja, dat er genoeg mensen, dat we die mensen blijven steunen. En Hilde, Ad Blom die vroeg in zijn chat, want jij kwam volgens mij ook met dat idee over het interdisciplinair. En Ad Blom die gaf aan dat dat misschien wel een soort utopie is, hè? Dat we dat kunnen ombouwen. Ik denk ook met zoveel deskundigen die we tegenwoordig rond een patiënt hebben zitten, kan dat eigenlijk wel? En hoe zie je dat dan voor je? Wat moeten we doen om dat voor elkaar te krijgen? Ja, ik ben natuurlijk nog jong en naïef en ik hoop dat we dat ergens kunnen blijven houden. En we hebben het nu zelf ook meegemaakt. Kijk, het vergt heel veel en ook, dan kom je ook weer bij het luisteren, want je spreekt elkaars taal niet en het gaat ook om een stukje vertrouwen. Maar ik heb wel de hoop dat als we, kijk,
ongeacht wat je bent, wetenschappers, zorgmedewerkers, in de eerste plaats zijn we denk ik mensen. En mensen brengen bepaalde gedachten, gevoelens, normen en waarden met zich mee. En daar kunnen we elkaar in vinden of niet, maar daar kun je het gesprek met elkaar over aangaan. En ik denk dat een hele hoop zaken wat nu tegengewerkt wordt, dat toch voortkomen uit onzekerheid of angst voor mensen om hun positie te verliezen, om een baan, dat ze niet om kunnen gaan met de onzekerheden. En ik heb wel veel vertrouwen in dat als we echt leren luisteren aan die ander en gezamenlijk dingen kunnen gaan realiseren. En daarom vind ik dit, het UNOZH, onze werkplaats, met wetenschappelijk onderzoek kun je wel een bepaalde onafhankelijke ruimte creëren of zo. Want ik merk als zorgaanbieders onderling, het is altijd competitie, ook wetenschappers onderling, wie is beter, bla bla bla. Maar uiteindelijk gaat het om de ouderen, de mensheid en hoe kunnen we dat samen vormgeven. En ik hoop dat mijn naïviteit kan blijven, maar ja, en ik zie dat wel gebeuren. En ik hoop dat we dat nog veel meer kunnen aanzwengelen. En ik hoop ook dat hoe we hier zitten met z'n allen, dat je dat ook op kleine schaal gewoon kunt beginnen. En in je eigen omgeving, in je eigen werk en zo langzaam het bewustzijn ook verhogen. Ja, dat is eigenlijk wel een mooie toevoeging aan de doelen die we als netwerk al eerder gesteld hebben. Hè? Zo van een soort veilige omgeving creëren waarin we met elkaar gewoon vrijelijk kunnen spreken. Ideeën kunnen bedenken om de wereld beter te maken op het gebied van ouderenzorg. Ja. En ook ons realiseren dat het moeilijk is en dat het ook op basis van vertrouwen gaat. Want ik moet je wel vertrouwen. En ik weet uit ervaring, ik werk samen in een project van om meten van ervaren kwaliteit. Samen met de School for Business and Economics. Ja, en soms kost het best veel moeite om na te denken, ja, wat bedoel je nu eigenlijk? En hoezo? Omdat het zo buiten je eigen perspectief gaat. En dan helpt het, ook als je iemand aardig vindt, ja, zo werkt het eenmaal. Maar dat kan ook een bredere basis, denk ik, zijn. Dat je samen, duurt het misschien wat langer, maar je komt wel verder. Denk ja. ik. Ja, top. Lia, wil je daar iets aan toevoegen? Of... Nou, wat ik merk is, we kijken nu 15 jaar vooruit, maar als we 15 jaar terugkijken, dan denk ik dat er ook al heel veel verbeterd is in Nederland. En dat we het eigenlijk helemaal zo slecht nog niet doen. En je kunt natuurlijk heel erg twisten over die vermaledijde verpleeghuizen en dat we daarvan af moeten. Maar als je eens kijkt wat er aan champignonnetjes omhoog is gekomen, aan eigen initiatieven, aan collectieven van mensen, gelijkgezinden die iets beginnen met elkaar. En het is toch fantastisch. En daarvan denk ik, van dat moet je dus stimuleren. Dus laten we actief het positieve benaderen. En dan verdwijnt volgens mij in mijn ogen ook vaak het negatieve vanzelf wel. Omdat je ziet dat helemaal geen voedingsbodem meer heeft. Ja, oké. Okay. Nou, de discussie begon met wat ongeruste en negatieve sentimenten. Maar ik heb het gevoel dat we toch weer... ook weer wat hoop en positieve energie nu gekregen hebben. We gaan ook een beetje richting het einde. Dus dat was eigenlijk wel een beetje de bedoeling om... dat we een soort van U-curve hadden. Dat we het volle moed weer de komende 15 jaar aan de slag kunnen. Ik zou nog even een rondje willen maken met of er nog iets is wat een van de panelleden zou willen zeggen. Mari, wil jij tot slot nog iets toevoegen aan wat hier gezegd is? Nou, wat ik wel heel mooi vond, we begonnen inderdaad met dat het belangrijk is om te luisteren. Te luisteren wat de ouderen en de hulpbehoevenden belangrijk vinden. En ik vond het ook wel mooi dat jullie met de cliëntvertegenwoordiger dus samenwerken. En een ander voorbeeld van het lectoraat Urban Aging van de Haagse Hogeschool. Daar is ook daadwerkelijk iemand in de kenniskring van 80 jaar. En die is ook echt elke keer ook bij de vergaderingen. Die heeft ook echt een aanstelling bij het lectoraat. En die denkt dus ook echt elke vergadering mee. En dat is echt een heel erg prettig contact. En zij heeft elke keer, geeft zij haar perspectief erop. Hoe zij er naar kijkt. En dat is zo'n waardevolle aanvulling. Dus gewoon in de vergadering met echt ook echt een aanstelling. En dat, ze heeft ook haar eigen dingen die ze doet in dat lectoraat. En bijvoorbeeld als je het hebt over beeldvorming, maar ook wat ik net hoorde qua taal. Hè, zij heeft tegen ons gezegd, hou nou eens op met ouderen zeggen. Noem het dan maar senioren, maar ouderen, ik ben niet oud. Dat moet jullie zo niet noemen.
Dus ook inderdaad gaat het soms, is het heel belangrijk om de juiste woorden te gebruiken. Ook ja. In beeldvorming. Ja, dankjewel. Jacobijn, heb jij nog dingen toe te voegen hieraan? Het laatste woord, boodschap? Nee, ik denk dat we heel goed bezig zijn. En het is heel mooi om een oudere in een kenniskring te hebben. Maar in de vrouwenemancipatie, of dan zeggen we altijd één vrouw is geen vrouw. Dus misschien is het ook wel één oudere is geen oudere. Dus misschien moet het... ik zat te denken, goh, misschien wel een stuk of 20 of zo. Dat is ook wel heel hard werken, maar dan heb je wel lekker input. Maar dat kwam in mij op, Mari. Maar het is prachtig om dat wel, om ook oudjes zeggen, dat mag ook niet. Daar heb ik ook al collega's over gehad, die, ook collega's en ouderen die daar helemaal gek van worden. Of dat je kwetsbaar bent, hoezo ben ik kwetsbaar? Ouderen vervolgen in onderzoek, mevrouw vervolgen doen we in de oorlog. Is het enorm interessant om met ouderen te werken. En geef mij een hoop inspiratie. Ja. Ja. Laten we dat gaan doen. Lia, heb jij nog een laatste boodschap? Ik vind, als je iets wil veranderen, moet je het doen met de mensen waar het om gaat. Dus inderdaad, die ouderen daar veel meer bij betrekken, daarnaar luisteren, die is gewoon essentieel. Wij noemen dat in goed Nederlands the whole system in the room. En bij Topaz, ons motto is het hele leven telt. En het leven is te mooi om af te raffelen. Dus zorg iedere dag dat je er ook iets van maakt. En ik vind dat een heel mooi thema. En ik vind wat Hilde zei ook heel belangrijk, die taal. Als je zegt dat iemand wordt opgenomen, ben je meteen afgeschreven. Dus heb het dan over verhuizen en zorg dat mensen verhuiskaartjes krijgen om op te sturen naar familie en om uit te nodigen van kom eens kijken in mijn nieuwe woning. Daar begint al het verschil van denken. Als je bij een verpleeghuis komt, laten we het daar nog even over hebben, en je komt daar de eerste dag dat je komt wonen en de receptioniste zegt van oh, ik kom voor het opnamegesprek, het intakegesprek, ik zal uw EVV'er even roepen, dan zijn mensen, als je al niet dement bent, ben je al helemaal de weg kwijt. Dus ik denk dat we heel erg goed moeten opletten dat wat we doen, dat we dat ook voor, door en met de mensen doen waar het om gaat. En dat we hun taal spreken, want die mensen komen wonen en die komen niet opgenomen worden. Want daar, ja, ik zie Eva en die zeggen, dat bepaal ik zelf wel. Maar als er één week al citrant is, is het Eva. En dat kind is pas in de 30. Maar dus wat mij betreft, voor, door en met degene waar het om gaat. Luister naar de mensen waar het om gaat. En aansluiten bij wat is. En niet een gecreëerd systeem in stand houden waar niemand gelukkig van wordt. Dankjewel. Hilde, heb jij nog een laatste boodschap? Nee, ik vind het prachtig om hier aanwezig te zijn met het enthousiaste panel. En ook zoveel mensen actief zich hiermee bezighouden. Denk ik, nou, dat is al fantastisch. Dus in die zin denk ik, nou, die positiviteit komt ten goede. Dus leuk. Okay. Dankjewel. Rudy, jij komt het verste weg. Jij mag het laatste woord hebben vanuit het panel. Als ik de rode draad op een andere manier mag neerzetten, praten we eigenlijk over, Jacobijn, dankjewel voor de vrouwenemancipatie, over de oudere emancipatie. En wat ik eigenlijk dan achteraf, maar ik denk er nu pas aan, eigenlijk gemist heb, als dit de rode draad is, dan hebben we tot nu toe met z'n allen gesproken richting die ouderen toe. Maar welke opdracht moeten we het oude mens nou zelf geven? Bijvoorbeeld aan mij. Ik denk dat wij moeten nadenken, want oud worden is niet voor watjes. Iedereen kent die uitspraak. Want je moet, laten we zeggen, je eigen regie en je eigen leven leiden. Ondanks het feit dat je knie mis zit. Dat je, ja nou, en al die andere dingen. Okay? Oud worden is niet voor watjes. En we leiden oude mensen daar dus niet in op. We helpen ze daar helemaal niet in. Dus als wij iets van oudere emancipatie willen hebben, dan bedenk ik eigenlijk, we hebben eigenlijk vanavond al maar over één kant van de medaille gesproken. Is hoe wij, laten we zeggen, als sociaal, als systeem of instituties daartegen aan moeten kijken. Maar ik zou eigenlijk willen oproepen om de volgende debat erover te hebben. Wat moet het oude mens nou doen? Nou, dankjewel Rudy.
We hebben een mooie avond gehad. En ook een dankbare suggestie. Daar gaan we over nadenken. We hebben gehoord dat luisteren belangrijk is. Dat veiligheid belangrijk is. Dus een veilig debat. En dat rebellie belangrijk is. Nou, dan kunnen we de komende tijd weer even mee van pas. Ik wil alle panelleden hartelijk danken voor hun inbreng. Monique en Arno ook voor hun organiseren en technische assistentie. En alle deelnemers voor hun oplettende versie. Er zijn zelfs mensen bij die graag voetbal kijken en in Rotterdam wonen. En toch hebben gekozen om niet Feyenoord te kijken. Ik dank jullie allemaal en fijne avond verder. Mag ik iets toevoegen, Wilco? Want ik wil ook alle luisteraars zeker bedanken voor deelname aan deze sessie. De panelleden ook. Er zijn zeker boodschappen in die wij mee gaan nemen, ook in ons UNCZA. Heel mooi dat even panelleden de oplossing ligt bij de mensen zelf. En dat we met mensen vooral moeten praten en luisteren. Dat gaan we ook zeker doen. Wij hebben voor onszelf in die toekomst daar al kleine stapjes ingenomen door cliëntparticipatie als een van onze belangrijkste thema's aan te merken voor de komende jaren. Daar wordt ook hard aan gewerkt. Daarnaast wil ik iedereen ook nog attenderen op dat dit in het kader was van ons 15-jarig jubileum van het UNCZH. Er komen nog heel veel sessies aan de komende weken. Wij doen dit tot aan de kerstvakantie, wekelijks 2 sessies. Volgende week hebben we bijvoorbeeld op dinsdag een mooie inspiratiesessie over wetenschap en praktijk dichter bij elkaar te brengen. Daarin gaan een aantal professionals die de stimuleringssubsidie van ons netwerk voor een praktijkgericht onderzoek hebben gewonnen, presenteren wat ze daaraan hebben gehad en wat ze daar nu mee doen en wat dat voor hen betekent. En volgende week donderdag hebben we een hele mooie sessie van Annemarie de Brabander. Een van onze linking pins bij Topaz, een onderzoeker die gaat hebben van hoe leer je de bewoner kennen. En in het kader van het programma van Regels naar Relaties. Dus als jullie willen aanhaken, van harte welkom. Kan je inschrijven via onze website. En ook de andere sessies die nog volgen zijn misschien interessant voor jullie. Bedankt voor het luisteren.